Ja, Ramis. Gefeliciteerd. Wat voor wedstrijd heb jij gespeeld? Een vechtwedstrijd. Een? Vechtwedstrijd. Een vechtwedstrijd. Maar jij was de aanjager, het prototype van een bijter. Het gif wat jullie moesten hebben van de trainer. Ja. Waar komt het vandaan, dit Algerijnse gif? Ja, ik ben gewoon een speler met veel energie. Ik probeer alles te geven in een wedstrijd. En dan moet je je duels winnen. En dan moet je misschien niet 100%, maar 200% erin. Je zat er bovenop, hè, bij Tanane. Ja. Ja, kijk. Ja. Heerlijk, toch? Zeker. Maar waar komt het vandaan? Is dat sowieso altijd al je spel geweest? Ja, ja. Ik denk dat ik elke week dit wel laat zien. Misschien valt het vandaag wat meer op. Het is alleen maar mooi dat wanneer het opvalt. Ik had de indruk dat je het vervelend vond dat hij eruit ging, Tanane. Je had hem nog wel een paar keer in zijn oor willen bijten, of niet? Van mij mocht je er nog wel even in blijven. Het is een goede speler, maar ik had wel een paar lekkere duels met hem. Je had het naar je zin, hè? Ja, zeker. Ja, in de studio hebben ze het ook naar hun zin. Eigenlijk mogen ze het helemaal niet naar hun zin hebben. Er zitten twee mooie voetballers, de Boer en Perez. Ja. Maar die hebben er ook van genoten. Ja, dat is mooi. Ik werk gewoon hard en dat is mooi dat mensen ervan kunnen genieten. Ja, en het mooie eraan is, het is ook niet met overtredingen. Hè? Want ik geloof dat je bijna geen overtreding gemaakt hebt. Het is gewoon, zeg maar zeker. Wat het is. Vandaag weinig overtredingen gemaakt en als ik er één moet maken, dan maak ik er één. En een beetje bespelen van Tanane, dat was ook het plan voor mij. Ja. En ik denk dat het aardig is gelukt. Wanneer hoorde je het dat jij op Tanane ging spelen? Dat wist ik al wel vrij vroeg deze week. En dan eet je, slaap je, drink je Tanane? Nee, dat valt wel mee. We kijken beelden, we weten hoe hun spelen, wat hun kracht is. Dat was vooral met Bazour en Tanane. En ik denk dat wij hun vandaag aardig hebben uitgeschakeld, waardoor het wat makkelijker. Ja, je kreeg ook nog een tikkie. Van een tikkie wat rood had moeten zijn. Maar... Ja, hij ging hard op staan, ik voelde het. Maar, interesseert je niet, hè? Of het rood was, het is aan de scheidsrechters. Die zijn ja, joh, maak jou het uit, man. Gefeliciteerd. Thanks.